kentering in de populariteit begin jaren 90. Die komt dat dan iedereen ontdekt dat de structuur van Rotterdam na de wederopbouw te eenzijdig is. We hebben toch, moet eerlijk erkend worden, onvoldoende aandacht gehad dat er ook middengroepen zijn en hoger opgeleiden die we aan die stad moeten binden. En die mensen vertrekken uit onvrede naar de randgemeenten. Het kost de partij stemmen. Hoewel de PvdA ook onder leiding van Bram Peper de grootste blijft, verloedert de stad steeds meer. Arme wijken worden achterstandswijken. Burgers voelen zich niet meer veilig. En de PvdA wordt er bij de laatste verkiezingen keihard mee om de oren geslagen. De sociaaldemocraten vallen van het rode plush. Ze hadden de kenmerken heel schoon en veilig. En de bevolking zegt, dat klopt niet. Het is vuil. Het is kapot, je breekt je nek over de stenen en het is helemaal niet veilig. En daar wordt een college op afgerekend, ondanks al die goede dingen die in beweging gezet zijn. De PvdA voor het eerst in 56 jaar in de oppositie. Het wordt vooral de mouwen opstropen om de Rotterdamse kiezer weer terug te winnen. Eerst Gert Hiemstra. Het was mooi weer vandaag, maar vanuit het westen komt er bewolking naderbij. En uit die bewolking kan vannacht een drup regen vallen. Verder kan er in het binnenland ook mist ontstaan. Het wordt niet koud vannacht met een graad of 9. Ook morgen is het grotendeels een bewolkte dag. Misschien later op de dag wat zon in het westen van het land. Misschien nog een drup regen morgenochtend. En verder temperaturen van 15 graden in de kustprovincies tot een graad of 18 in het binnenland. Namorgen dan keert de zon terug. Woensdag en donderdag is het mooi weer met hoge temperaturen, 18, 19 graden. Vrijdag dan wordt het koeler. De kans op regen neemt toe. En dan slaat het weer wat om. U zag het 6 uur journaal van maandag 22 april. Onze volgende uitzending is om 8 uur op Nederland 1. Nu eerst twee vandaag. André Zwartbol, wens u alvast een heel prettige avond. En in twee vandaag deze onderwerpen. Fortuin wil Rotterdammers beschaving bijbrengen. Verslag vanuit het zwavelwoeste vluchtelingenkamp Jenin. En Franse kiezer brengt gevestigde politiek mokerslag toe met keuze voor extreem rechts. Het zal even wennen worden voor de Rotterdammers. Een college met Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn, aangevuld met het CDA en de VVD. Er wordt een beschavingsoffensief ingezet om iedereen normen en waarden bij te brengen. Met opvoedingsondersteuning, meer camera's op straat en een ASO-tax. En heel Nederland kijkt over de schouders mee, want na 15 mei moeten we er misschien allemaal aan geloven. Een nieuw ethisch revij in een verslag van Arie Reineveld en Dirk Mostert. Ik kreeg een beetje koude rillingen, kippenvel en niet van vreugde. Hij zegt niet tegen de Marokkanen, jullie moeten zelf je problemen oplossen. Hij zegt, stem op mij. Hij is gewoon machtsgeil. En ik vertrouw geen enkele machtsgeile politicus. Net zo min als ik de pers ook niet vertrouw, want die halen alleen de dingen eruit die ze willen horen om hun eigen gelijk te bevestigen, want ze laten je nooit een half uur helemaal op televisie. Zegt u nou, ik moet toch helemaal niks van meneer Le Pen, en ik word zo ziek van jullie. Altijd maar weer in die hoek, hou er nou zo voor op. Het was vandaag weer Pim Fortuyn die de gemoederen in Rotterdam flink bezig hield. Vanochtend presenteerde hij het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, het CDA en de VVD. Belangrijkste punten: ouders die de grip op hun kinderen kwijt zijn, krijgen een opvoedingsondersteuner op bezoek. Sportverenigingen moeten risicojongeren opvoeden. Nieuwkomers moeten deelnemen aan inburgeringscursussen. En er moet veel meer cameratoezicht komen. En de straatroof in het centrum, nu bijna 1300 gevallen, substantieel terugdringen. Dat is de opgave die onze wethouder meegekregen heeft. En ik hoop straks. Mooie woorden van Pim Fortuyn, maar hoe moet dat in de praktijk? Annie Verdolt, al jaren dag het boegbeeld van de probleemwijk Spangen, zet kritische kanttekeningen bij het coalitieakkoord. Mevrouw Verdolt, als het aan Leefbaar Rotterdam ligt, komen hier allemaal camera's te hangen. Ja. En Leefbaar Rotterdam denkt dat ze daar het probleem mee oplossen. Ik denk juist dat het dat je dan op elke gevel een camera gericht moet hebben. Op elke hoek van de straat. Nou, ik denk dat het financieel niet haalbaar is. Dus dan gaan we ze op bepaalde plekken hangen. Wat betekent dat je de ellende alleen maar weer verdrijft naar een andere kant. Er was toch een schrikbeeld vroeger, camera's in de straten. De politie staat puur zo. Maar nu lijkt iedereen wel daar de oplossing in te zien. Want... Ja, nu is het toch, nu is het, ja. Maar ja, dat zie je aan, Big Brother was ook, hè, 1984. He, de schrikbeeld, maar dat is nu een entertainmentprogramma geworden. Dus ja, wat dat betreft is er een omslag. En daar sluit ik mij niet bij aan, maar ik bedoel,
de overgrote meerderheid schijnt van wel, ja, die zitten natuurlijk toch thuis, die overkomt nooit wat. Maar die zitten dan, de buurvrouw van de nicht, van de neef, van de... En die de tasje is geroofd, weet je wel. Jules Deelder, nachtburgemeester op een zonnig terras. Ongezouten geeft hij zijn mening over het coalitieakkoord. Daar heeft hij als Ras Rotterdammer recht op, vindt hij zelf. Wonen hier meest allochtonen, of hoe moeten we dat zien? 82% allochtonen. 82%. Kijk eens aan. Nu zegt Pim Fortuyn, al deze mensen moeten onder controle komen van opvoedingsondersteuners. Allochtonen. En de autochtonen. Want ik denk dat we gewoon één lijn moeten volgen. Dan denk ik wel degelijk dat er iets moet gebeuren aan de mentaliteit, met name met de jongeren. Dat die mentaliteit vaak ver te zoeken is. Maar je kan dat niet alleen richten op de allochtonen. Opvoedingsondersteuners, ja, dat ken je ook. Dat is een rekbaar begrip. Ik bedoel, dat op een gegeven moment, voordat je het weet, geschiet het achter prikkeldraad, weet je wel. Ik bedoel, opvoedingsondersteuners, zo noemde die, ja, ik weet het niet. Terug naar Spangen. Annie Verdold kent hier bijna iedereen. Dagelijks spreken mensen haar aan om over hun problemen te praten. U heeft een goed contact met de mensen in de buurt. Ja. Zou Pim Fortuyn ook wel eens op die manier met de mensen praten in deze buurt? Of heeft u hem hier nog nooit gezien? Ik heb hem hier nog nooit gezien. Maar ja, wat niet is, kan misschien nog komen. En gaat u hem eens een keer uitnodigen? Nou, dat zeker. Maar Pim Fortuyn is op Spangen uitermate impopulair. Ik ben asielzoeker en ik spreek weinig Nederlands. Ja, ja. Kent u Pim Fortuyn? Maar ik heb het gehoord. Ik weet dat hij is niet goed. En waarom niet? Omdat hij spreekt niet goed over asielzoekers. En de pers komt er ook al niet goed vanaf. Pas geleden had ik ook zo'n journalist en die wilde een interview hebben. Maar ze hebben hun eigen mening en die wilden ze bevestigd zien. Nou, dat lijkt me een goed punt om u een vraag te stellen, meneer. Ga je die dan ook 100% helemaal uitzenden? Anders hoeven we nu geen interview te hebben. Nou, want ik ga u niet interviewen. Ik vertrouw niet, want je bent pers. Van welke organisatie ben je? Wij zijn van Twee Vandaag. Ja, dus. Pas geleden had ik ook een collega van jou en die weigerde dat te zeggen. Nou, dan hoef je ook geen interview te doen, ja. Dus dan praat ik met Annie verder. Oké, één concreet punt. Ik zei toch nee? Leefbaar Nederland wil die camera's ophangen. Ik zei nee. Waarom ga je door op onbeschofte klootzak? Okay. Weet je niet wat nee is? Goed, dan gaan we. Heb je pas geleden een minister, een interviewer gehoord? Ja, die minister vroeg, mag ik u een vraag stellen? Dat was zijn vraag niet. Hij wilde het antwoord hebben. Maar dat vraagt niet. Hij zegt niet, ik wil antwoord. Hij zegt, mag ik u een vraag stellen? Jij stelt een vraag die je niet meent. Wees eerlijk. Je bent net zo'n klootzak als Pim Fortuyn en elke politicus. Lopen wij nu verder, meneer. Mooi zo, want je ziet wel, je wilt je mening niet bevestigd hebben. Nou, als u me gaat uitschelden, dan loop ik gewoon door natuurlijk. Nee, jij was onbeschoft. Dan krijg je uitschelden, kerel. Dag meneer. Jij bent niet in ons belang bezig. Je bent kijkcijfers aan het verwerven. Net zoals andere mensen kunnen niet geil zijn. Dat ben ik. Dit was een moeilijk gesprek. Nee, deze man doet heel veel goed werk met Marokkaanse en Turkse jongeren. Echt ontzettend goed werk. Hij ontvangt ze zelfs bij hem thuis, omdat hij geen clubhuis krijgt. En dan praat ik niet over 5 jongens, nee, dan praat ik erover zo'n 100. Die als ze problemen hebben bij hem komen. U bent in ieder geval wel de nachtburgemeester van Rotterdam. Ja, daarom. Nou, bent u s'nachts bang op straat? Nee, ik ben nog nooit, nee. Nee, als dat heb je het, weet je wel, nee. Ik heb ook nog nooit ergens last van gehad, hoor. Nog nooit. Ja, kijk, als je op straat gaat lopen en je ziet aan de overkant... Er komen 2 zwarten aan. Ja, als je dan zo gaat, dat zal wel niet... Ja, dan ben je natuurlijk al gauw... En dat moet bestreden worden, weet je wel. Nu is het wel zo dat veel Rotterdammers bang zijn. Bang op straat, niet alleen Rotterdammers, maar in het hele land wordt bang. Kijk, eerst gaan ze de mensen bang maken en dan gaan ze beveiligingsapparatuur verkopen, weet je wel. Maar u vindt dat de politiek de mensen bang maken? Ze doen er in ieder geval weinig aan om ze niet bang te maken, laat ik het zo zeggen. Men gaat erin mee. Het is een self-fulfilling prophecy. Daar komt het op neer. En dat alles in onvervalst Rotterdams. Het Palestijnse vluchtelingenkamp bij de stad Jenin. 1 vierkante kilometer is door de Israëli's met de grond gelijk gemaakt. Volgens de Israëli's omdat het een broeinest zou zijn voor zelfmoordaanslagen. Volgens de Verenigde Naties ging, wat men daar aantrof, alle voorstellingsvermogen te boven. Nog steeds is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn omgekomen. Verslaggever Jeroen Snel was een van de eerste die opname kon maken in het vluchtelingenkamp bij Jenin. Hij was daar gisteren samen met René Acquarone van de UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. Kijkt u naar deze reportage van verslaggever Jeroen Snel. Dit is erg.
En waar we nu rijden, dat was eigenlijk het vluchtelingenkamp, hè? Dat is een deel daarvan, ja. Dat is gewoon ooit een straat geweest. Ja, maar gewoon met huizen. Mensen hadden toch ja. een beetje luxe, zo lijkt het. Nou, het is niet luxe, maar het zijn ook geen tenten. Na 54 ja. jaar heb je natuurlijk toch wel wat kunnen bouwen. Het is heel simpel gewapend betonnen, maar ja. dat noemen wij shelters. Het is onderdak. René Acharon van de UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Met hem zijn we in het vluchtelingenkamp Jenin. Zo, we gaan. Goed. Ja, het is bijna een vierkante kilometer wat zo'n beetje in puin ligt. Wat is uw indruk? Ja, vreselijk. Mensen proberen nog wat bruikbare spullen weg te halen. Ja, voor zover nog iets te halen valt. Eens kijken. Maar het is alsof er hier een ernstige aardbeving had plaatsgevonden, behalve dat het door mensen is aangericht. En ja. Dat is eigenlijk niet te begrijpen. Ja. Alsof er inderdaad een aardbeving is geweest. Hier is alles met de grond gelijk gemaakt. De bewoners zoeken nog naar bruikbare bezittingen. Een vrouw vertelt ons wat er precies is gebeurd. يعني ما فيش بني آدم بكلب الدار بك متوقع يظلوا طيب جينا رفعنا الراية البيضة وطلعنا هسا صاروا يقولوا لنا الجيش صاروا يمركونا من فرقة لفرقة ومن دبابة لدبابة قالوا لنا بكرة صاروا ينادوا على شب أنا بعرف عبران وقف شب وقال أنا قالوا لنا اوعوا بت من هين على جنين وبكرة ترجعوا على المخيم إذا بترجعوا بكرة بده يصير إشي مش مليح. Ongeveer een tiende deel van het vluchtelingenkamp in Jenin is totaal verwoest. En voordat Israël hiertoe overging, heeft het de bevolking dus gewaarschuwd, zoals we hier ook hoorden. Velen waren dan ook weggetrokken. Maar de slachtoffers zijn getekend voor het leven. Altijd zullen ze trauma voor ogen houden. Zoals Hussein Hamdan. Hij vermist zijn twee zoons. على ايش؟ اولاده ومعين اولادك؟ اولادك كانوا تحت البيت؟ He's looking for his children. They are underneath the house with the clothes of his children. There are some kids. قديش كانوا تحت المبنى؟ اكو اللي شرط شرط بعد اثنين مش مبينين. There are two left. They are underneath the building there. There are two kids yeah. missing. Yeah, underneath the building. And now he's digging? Yeah, he's digging to look for them, to look for their bodies, to look for the clothes, his clothes, whatever is. Is available still underneath the house. How old were the children? One of them was 19 years and one is 17 years old. Het is niet uitgesloten dat zijn twee zoons in de gevangenis zitten, opgepakt door het leger, zonder dat hun vader het weet. Ons verblijf in het verwoeste deel van het vluchtelingenkamp is overigens niet zonder gevaar. Onder het puin zouden nog explosieven liggen. We zien hoe twee Europese experts een bom min of meer onschadelijk maken. Volgens onze schattingen liggen er tonnen munitie, ja. Voor die zelfmoordcommando's? Of? Nou, het gaat voornamelijk, denk ik, om ongeëxplodeerde munitie, dus gebruikte munitie door het Israëlische leger. Het sluit ook niet uit dat er hier en daar wat explosieven liggen. Dat zijn meer van die simpele explosieven die de Palestijnen hebben gebruikt. Ja, maar het meest gevaarlijke komt dus van het leger af, zegt u, wat hier dan nog ligt en niet is ontploft. Ik denk het wel, het is waardig spul. Het zijn dan de puinhopen van het vluchtelingenkamp Jenin op de Westbank in Israël. Een vierkante kilometer is hier totaal weggevaagd. Het is raar dat de rest van de stad nog redelijk intact is, maar de officiële lezing van het Israëlische leger is dat hier met name de kern zat van de zelfmoordaanslagplegers. Er is een getal genoemd van 28 personen die van plan waren nog een aanslag te plegen ergens in Israël. Kijk,
Ik weet het niet, ik heb geen idee. Onze organisatie houdt zich bezig met het hulpverlenen aan de Palestijnen. En wat wij willen doen is ons werk. En dat werk is normaal, gezondheid en onderwijs voor alle Palestijnse vluchtelingen. Dus eigenlijk hoeft u die vraag niet te stellen en niet te beantwoorden voor uzelf? Het maakt in feite niet zoveel uit wat er is. Het is meer dat wij moeten ervoor zorgen dat de mensen weer kunnen overleven. Het dodental hier in Jenin is nog steeds onduidelijk. Maar het is in ieder geval lager dan men eerst dacht. Lager dan het getal van 500 slachtoffers waar Saab Erekat van de Palestijnse autoriteit het over had. Het Palestijnse Rode Kruis heeft het vandaag over 216 slachtoffers wat betreft de gehele Westbank sinds Israël 2 weken geleden met het offensief begon. Maar een grote groep burgers is hoe dan ook getroffen. En hoe clichématig het opnieuw klinkt, de vrede is verder weg dan ooit. De race om het presidentschap in Frankrijk. Het zou een onderonsje worden tussen de gaullistische president Chirac en de socialistische premier Jospin. Maar dat was buiten de kiezers gerekend. Die kozen namelijk massaal voor de extreemrechtse Le Pen. Het land in een shock achterlatend. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après. Een uitslag die vraagt om een analyse, dat doen wij met onze correspondent Thijs Berman in Parijs. Thijs, was de winst van Le Pen nu werkelijk zo onverwacht? Ja, geen enkel peilingsinstituut had dit voorzien. Geen enkele analyticus had dit voorzien. De enige die deze uitslag verwachtte was Jean-Marie Le Pen zelf. Want die had al zalen besteld voor de tweede ronde, wanneer hij in zijn gedachten Jospin tegemoet zou treden. Hij dacht dat hij Chirac zou gaan verslaan. Nou, het tegendeel is het geval. Hij staat tegenover Chirac. Is er paniek in Frankrijk? Paniek bij links in ieder geval, consternatie, verbijstering kun je echt wel zeggen. Bij rechts natuurlijk iets minder. Er zijn genoeg rechtse mensen die natuurlijk heel blij zijn dat links zo'n harde klap heeft gekregen. Want het is wel een historische klap die Jospin heeft gekregen. En dat is echt nog nooit vertoond in de geschiedenis van de Socialistische Partij. Jospin is dus ook afgetreden. Er zijn genoeg rechtse mensen die daar tevreden over zijn. En die ook zeker weten dat Jacques Chirac straks gekozen gaat worden. Voor het eerst van zijn politieke loopbaan zal Jacques Chirac niet gehinderd worden door extreemrechts. Maar hij zal juist gekozen worden dankzij extreemrechts. Want zelfs links gaat nu op Chirac stemmen. Ondanks diens corruptieschandalen. Kun je zeggen dat het nou zo onverwacht was dat er zelfs nog geen opvolger voor Jospin klaarstaat? Vanmorgen was de Socialistische Partij bijeen. Daar is François Hollande, de eerste secretaris van de Socialistische Partij, aangewezen om de parlementsverkiezingen, om daar de campagne voor te gaan leiden. Die parlementsverkiezingen zijn begin juni. En dan moet links laten zien dat ze terug kunnen komen. Dat ze de linkse kiezers nu toch naar de stembus kunnen halen. Die zijn weggebleven uit onvrede met het volgens hen te gematigde beleid van deze regering. Nu moeten ze gaan overtuigen. En dat zal François Hollande dus moeten gaan leiden. Speelt 11 september mee in die winst voor Le Pen?
11 september heeft in ieder geval in Frankrijk het idee doen postvatten dat er ook in Frankrijk, ja dat is ook zo, dat er in Frankrijk radicale islamieten zijn. Ten slotte zijn er in Franse gevangenen in Guantanamo. Er zijn Franse jongens, Frans-Algerijnse jongens naar Afghanistan afgereisd. Een stuk of 100, 150 moet je denken. En er is wel degelijk angst voor radicaal islamitisch geweld ook in Frankrijk. Er zijn de laatste weken veel aanslagen geweest tegen Joodse gebouwen, synagoges, maar ook scholen en andere instellingen, naar aanleiding van al het geweld in Israël. En dat heeft ook niks goed gedaan voor de linkse stemmen, maar het heeft Jean-Marie Le Pen veel stemmen opgeleverd, zeker. Is die winst ook te wijten aan de zwakke populariteit van Chirac? Ja, Jacques Chirac is met 20% van de stemmen de president geweest die als zittende president kandidaat was. Er is nog nooit een president geweest die zo weinig stemmen heeft gehaald. Minder dan 20%, is ongekend. En hij is duidelijk afgestraft voor de corruptieschandalen die hem al de stad Parijs hebben gekost. Want de RPR heeft daar de burgemeesterszetel kwijtgeraakt. En nu is Jacques Chirac dus met 20% heel slecht door de eerste ronde heen gekomen. Hij wordt straks zeer waarschijnlijk gekozen. Maar ja, je weet het nooit meer in Frankrijk duidelijk. Maar moeten de Fransen zich nu al te grote zorgen maken? Want gisteren bleek uit een peiling dat 80% van de Fransen in de tweede ronde voor Chirac zal stemmen. Ja, links en rechts roepen natuurlijk op om Jacques Chirac te stemmen, om Jean-Marie Le Pen tegen te houden, omdat dat een racistische, ultra-rechtse xenofoob is. Niks aan te doen, dat is gewoon een feit. Jacques Chirac zegt, het is erg moeilijk om voorspellingen te doen, vooral als het over de toekomst gaat. Laten we ons daar maar aan houden. Ik ga ervan uit dat hij wint. Maar ja, vrijdag ging ik er ook vanuit dat Jean-Marie Le Pen niet in de tweede ronde zou komen. Ik noemde het toen een klein risico. En ik en alle andere analytici in dit hele land en commentatoren en journalisten, iedereen heeft zich erover vergist. Ja, nog even kort tot slot. Het gaat slecht met links, maar heel goed met extreem links. Wat zijn dat voor groeperingen? Extreem links, dat zijn de trotskisten in dit land. Kijk, vroeger had je de communistische partij. Als je wel ultralinks was, maar niet bij de communisten wilde horen omdat je tegen Moskou was en tegen de gulag, dan ging je dus bij dat hele kleine clubje trotskisten om daar ultralinks en intellectueel te zijn. Dus er is altijd een harde kern aan trotskisten geweest. Wel ultralinks, maar niet voor Moskou. Thijs, dankjewel. Ja, nog even een laatste bericht. Minister Netelenbos meldt de ANP Telex is niet meer beschikbaar voor het ambt van commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Nu Provinciale Staten de voorkeur geven aan topambtenaar Borghout van het ministerie van Justitie, heeft ze besloten haar kandidatuur in te trekken. Dat heeft Netelenbos in een schriftelijke verklaring laten weten. In twee vandaag is het nu bijna tijd voor het Sportjournaal. Hier is Twan van Peperstraten met de onderwerpen. Daar een burgemeester over wat er gisteren in Amsterdam gebeurde, voorafgaand aan Ajax FC Utrecht. Verder de nieuwe assistent bondscoach van het Nederlands hockeyteam, Floris Jan Bovenlander. En het herstel van Richard Krajicek verloopt voorspoedig. Wimbledon komt in zicht. Dat Sportjournaal begint meteen na de reclame. Ze zeuren heel makkelijk over alles wat er niet goed gaat. En ik vind als je niet gaat stemmen, dan heb je überhaupt helemaal geen recht om te zeuren. Stemmen. Altijd stemmen. Dat hoort bij de democratie. In mijn ogen het minst slechte systeem wat er bestaat. En om dat te onderhouden of te verbeteren, zou je toch echt even moeten gaan stemmen? En niet thuis op de bank blijven zitten en daar commentaar geven. Ja, gewoon doen. Ik bedoel, als je dat liggen, ben je gewoon stom. 15 mei, Tweede Kamerverkiezingen. U komt toch ook? Nieuw, ripster met zoete barbecue smaak. De snack die je scheurt. Van Mora. Alweer een goed idee van onze tuinadviseur. Vanaf dinsdag houden we onze spectaculaire plantjesmarkt. Perkplantjes zoals vlijtig liesje, begonia en petunia per 10 stuks, nu voor maar €1,59. Goed idee, dat is praxis. Gezond blijven willen we allemaal. Daarbij speelt een gezonde darmflora een cruciale rol. Deze ondersteunt de natuurlijke weerstand en bevordert de spijsvertering. Het is bewezen dat Yakult bijdraagt aan een gezonde darmflora. Nu ook Yakult Light. Minder zoet, net zo gezond. Nieuw, Yakult Light. Elke dag goed. And she's good.
vie belle. De nieuwe Citroën C3. Telefilm, de Nederlandse speelfilm voor televisie. Ik heb een huis gehuurd voor ons allemaal. Ga en bereik je doel. Nieuwe telefilms tot en met 1 mei bij de publieke omroep. Wonder. Je gelooft niet in liefde op het eerste gezicht. Ik heb je vader op internet gezet. Wat? Nee! 6 nieuwe telefilms op woensdag en zaterdag op Nederland 1 en 3. Mulders, goede paas op Bergen. Bergen loopt door en hij scoort schitterende goal. Stop. Nieuw in Nederland. NH Hotels. Attentie, attentie. Bolletje landoogst, robuuste koeken in 3 smaken. Je easy opwaardeercode naar 1000 en maak kans op een meet and greet met Manchester United. How are you? Heb je een betaalpas met een goudkleurig vlakje? Ja, die. Dan heb je meteen een chipknip. Bij iedere geldautomaat vind je een oplaadpunt waar je met de code van je pinpas geld op je chipknip kunt zetten. Nu kun je een parkeerkaartje kopen of een tijdschrift. Of een rolletje drop. Of gewoon wat boodschappen. Zonder pincode. Alleen even op de jaartoets. En klaar. Lekker makkelijk. Zonder gedoe met kleingeld. Even chippen. Zo gepiept. Goed nieuws voor alle dessertlepeltjes van Nederland. Die delicieuze fruitkwark van Danone is er in een nieuwe, nooit vertoonde smaak. Ja, u raadt het al. Het is appel, peer, banaan. Fruitkwark van Danone. Genadeloos lekker. NOS Sportjournaal. Dames en heren, goedenavond. De burgemeesters van steden met eredivisieclubs keuren de actie van de Amsterdamse burgemeester Cohen goed om de Utrecht-supporters terug te sturen naar huis. Dat gebeurde gisteren voorafgaand aan Ajax-Utrecht omdat Utrecht-fans racistische leuzen riepen. De burgemeesters zouden hetzelfde doen bij een soortgelijke situatie in hun eigen gemeente. Ik vind dat een volkomen terechte beslissing van mijn collega Job Cohen. Dat kan niet. En dat is niet te accepteren en daar moet paal en grens aan gesteld worden. Wat betekent dat voor de bekerfinale die in Rotterdam plaatsvindt? Ja, wat betekent dat? Het zijn punten die altijd in draaiboeken terechtkomen. En dat betekent ook dat ook in Rotterdam dit uiteraard niet geaccepteerd wordt. U volgt dezelfde lijn dan? Ja, maar dat was al de lijn. En dit is nu wel een voorbeeld waarbij dat ook buiten het stadion zichtbaar is. En dat kan niet anders. Dit kan je niet accepteren, dat kan je toch niet laten passeren. Dat vond ook burgemeester Cohen van Amsterdam gistermiddag. Hij stuurde 670 Utrecht supporters terug. Dat is iets nieuws. Niet nieuw zijn de racistische spreekkoren die al jaren rondom de stadions te horen zijn. Wat mij betreft was het de eerste keer dat ik begreep dat dat zo massaal gebeurde. We hebben tegelijkertijd in de afgelopen week ook in de driehoek, ook met het oog op de demonstratie, dus niet van gisteren, maar van vorige week, daar ook nog weer eens een keer met elkaar geconstateerd dat we dat soort racistische uitingen, dat we die niet tolereren. Dus wat dat betreft was dat geheel in lijn daarmee. Wordt dat nu ook in de toekomst het beleid? Nou ja, wat mij betreft wel. Het gaat ook niet om niks.
Ik vind echt dat met dit soort racistische uitspraken dat we daar echt een streep onder moeten zetten. De vraag is of de Amsterdamse politie ook zo hard optreedt tegen de Ajax-aanhang, die zich ook regelmatig laat horen. Het gaat me hier dus echt om die racistische uitingen. Ik weet het, er werd ook gezegd van ja, maar die Ajax-supporters die roepen dan kanker-Utrechtenaren. Ik vind dat van een iets andere orde. Ik bedoel, ik vind het niet mooi hoor. Laat dat ook geen misverstand over staan. Maar het is net van een iets andere orde. Ik bedoel, wat er geroepen wordt met alles wat er achter dat Hamas aankomt. En als je dat nog weer even bedenkt wat dat nou precies betekent. Ja, dat kan gewoon niet. Zit u nog met de bekerfinale in uw maag? Met andere woorden, overweegt u nog om hem misschien ergens anders te laten spelen? Nee, ik niet. Het is sterker nog, we hebben hem altijd gewild. Men wil, laat ik het omdraaien, men wil altijd het liefst hier spelen. En dat kan ik me ook voorstellen, want het is natuurlijk het mooiste stadion wat er is. En het is de voetbalstad. Dus ja, ik ben een beetje de ontvangende partij. Men wil heel graag naar Rotterdam toe. En dat kan me ook voorstellen. En wij zullen het organiseren dat dat goed loopt. En ik heb geen signalen dat het niet zou kunnen. Uit een telefonische enquête blijkt dat 12 van de 17 burgemeesters het eens zijn met Cohen. 5 waren er niet bereikbaar. De KNVB wil niet voor de camera reageren op de gebeurtenissen van gisteren, maar de bond kwam vandaag wel met een geschreven verklaring. En daarin zegt de KNVB dat het een stadionverbod wil voor alle daders van de spreekkoren van gisteren. In de verklaring zegt de bond het volgende. De KNVB heeft direct na de ongeregeldheden bij het OM en de politie van Amsterdam de personalia van de daders opgevraagd. Aan de hand van deze meldingen van het OM kan de KNVB onmiddellijk overgaan tot het uitvaardigen van civielrechtelijke stadionverboden. De KNVB wil dat de daders ook strafrechtelijk vervolgd worden, maar het Openbaar Ministerie is dat niet van plan. Volgens het OM valt niet te bewijzen wie wel en wie niet hebben meegedaan aan de spreekkoren. De scheidsrechters in de Eredivisie pikken het niet langer. Ze zijn de kritiek zat die ze elke week weer krijgen van spelers en trainers. Scheidsrechter Dick Jol heeft met een aantal collega's op korte termijn overleg met de KNVB. De scheidsrechters overwegen actie. Jol sluit een staking niet uit, maar wel als laatste redmiddel. Volgens Jol moeten spelers en trainers de hand in eigen boezem steken. Luister, wij schoppen niet, wij spugen niet, wij missen geen strafschoppen. Wij zijn de boodschappers van de FIFA die proberen een wedstrijd zo goed mogelijk te leiden. Ze vermoorden nu hun eigen spelletje. Als we volgens de regels zouden fluiten, raken ze geen bal meer. En in dat kader nog wel een opmerkelijk bericht, want scheidsrechter Jack van Hulten gaat bij de KNVB een klacht indienen tegen Fred van der Hoorn. De aanvoerder van FC Den Bosch beschuldigde Van Hulten gisteren onder meer van corruptie. Van Hulten gaf NEC in blessuretijd een penalty en daardoor won NEC met 2-1 van Den Bosch. Floris-Jan Bovenlander is toegevoegd aan de technische staf van het Nederlands hockeyteam. Tot en met de Olympische Spelen van 2004 in Athene is hij assistent van bondscoach Joost Bellaert. Begin februari was Bovenlander al eens een week mee naar een trainingskamp in Egypte als adviseur. Daar zou het bij blijven. Maar er kwam iets meer ruimte bij het begeleidingsteam omdat manager Patrick Appels zijn functie heeft neergelegd. Er zijn nu dus 2 assistent bondscoaches. Michel van der Heuvel die traint en die doet de begeleiding rondom de wedstrijden zoals wij gewend zijn. Hij van boven in de tribune en ik vanaf de bank. En Floris tijdens die wedstrijd zal en het management, want voor de FIH moet je ook als manager op de bank plaatsnemen. En af en toe ook met mij van gedachten kunnen wisselen. Dus het is eigenlijk alleen maar een verbreding van de kennis. Bellaert gaat na het WK in Maleisië rigoureus verjongen. Martin Eikelboom heeft bedankt. Bellaert heeft nog geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen. Dat geldt niet voor Remco van Wijk en Diederik van Weel. Zij stoppen ook, maar daar blijft het niet bij. Los van de jongens die nu bedanken, denk ik dat het Nederlands elftal aan verjonging toe is in de breedste zin des woords. En daarin moeten we zo snel mogelijk beginnen en dat hebben we ook gedaan. Het resultaat is dat Bram Lomans niet geselecteerd is voor een interland volgende week tegen Duitsland. Jeroen Delmee gaat ook niet mee, al is dat in onderling overleg gebeurd. En ook Jaap-Derk Buma is voor die interland gepasseerd. De Olympische Spelen zijn over 2,5 jaar. En dan kan je niet met dertigers verschijnen. Een aantal potentiële dertigers hebben zich al afgemeld. En we kijken toch ook kritisch naar de vorm en de potentie die een aantal wat oudere spelers hebben in zo'n lang traject. En dan positief nieuws, want er is een grote kans dat Richard Krajicek in juni mee kan doen aan Wimbledon. Anderhalf jaar staat hij al buitenspel door een elleboogblessure, maar nog nooit was hij zo dicht bij herstel.
Richard Krajicek speelde gisteren een potje tennis in Den Haag. Zijn tegenstander was demissionair minister van Bokstol van Grote Stedenbeleid en Integratie. Samen gaven ze het startsein voor de City Games. Een sportdag voor de jeugd in de Haagse Schilderswijk. Het gaat steeds beter met zijn elleboog. Krajicek is dan ook binnenkort weer te zien tijdens tennistoernooien. De eerste vier weken zeker niet, maar hangt vanaf hoe de komende paar weken gaat. Maar ja, ergens moeilijk. Ik hou niet van tijden zeggen, daar ben ik natuurlijk één kant van afstap. Maar als je ziet hoe ver ik nu ben, dan als het een beetje mee zit, ja, 5 tot 8 weken misschien. 18 maanden is hij alweer uit de roulatie door die elleboogblessure. Hij deed niets anders dan trainen, trainen en nog eens trainen. Dit zijn beelden van 3/4 jaar geleden toen we Krajicek voor het laatst zagen. Nu kan hij eindelijk om de dag 2 sets spelen. Zover zoals ik nu ben, ben ik eigenlijk nog niet geweest. Dat ik eigenlijk met regelmaat zoveel kan serveren. Ik heb wel eens gehad dat ik een dag 2 sets speelde. En ik denk van, hé, gaat goed. Een paar dagen later ga ik spelen en krijg ik meteen weer last. En toen moest ik weer rustig aandoen. Nu ben ik al 5, 6 trainingen. Heb ik eigenlijk al 2 sets gespeeld of iets wat erop lijkt. Dus dat gaat goed, maar dat kan mijn arm, zou ik maar zeggen, aan. Maar ja, kan mijn arm aan of ik 2, 3 dagen op rij dit niveau ga spelen zonder die dag ertussen. Krajicek gaat de laatste fase van de revalidatie in. 3 dagen achter elkaar 2 sets spelen. Als zijn arm dat aan kan, is hij weer klaar voor de wedstrijden. En tot zover dit sportjournaal. We melden ons weer om 9:15 op Nederland 3. Goedenavond. En tot zover 2 vandaag op deze maandag 22 april. We verwijzen nog even naar onze speciale verkiezingssite www.2vandaag.nl/verkiezingen. www.2vandaag.nl/verkiezingen. Morgen melden we ons weer. Dan gaat onze verkiezingstournee over verkeer en vervoer. Bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een hele prettige avond. In Radar, het populaire boekweit kussen dat veel mensen de laatste jaren hebben aangeschaft, kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Hoe slim zijn studiefinancieringen eigenlijk, of studieverzekeringen? Gratis reisjes die je eigenlijk geld kosten en aanhoudende klachten over seats en sofa's. Over een 30 minuten in Radar en u kunt nu al bellen met uw consumentenproblemen met ons belteam 0800 1343. Tot straks. Petra, Pascal, Kobi en Anja zijn 4 nieuwelingenkandidaten die zo direct in de finale om €5.000 gaan strijden. En wie neemt ze mee naar huis? Kijken dus bij Lingo bij de Tros op Nederland 2. Als wij bij Symetic uw keuken ontwerpen, houden we overal rekening mee. Met de stijl van uw huis, uw stijl van koken en uw stijl van leven. Individueel design van Symetic. De mooiste garantie dat uw wensen werkelijkheid worden. Lees er alles over in het grote Symetic Keuken Ideeënboek. Cadeau bij uw Symetic adviseur. Bel gratis voor dealeradressen. Heerlijke Tijger Afrika Mix in de smaken paprika en original. Gevoelige tanden zijn ook extra gevoelig voor caries. Daarom is er Elmex Sensitive met aminfluoride. Beschermt extra tegen caries en vermindert de overgevoeligheid.
Hallo! Hey! 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 Voor wie hem de vorige keer gemist heeft, is hij deze week terug. De Mac Athene met een focaccia broodje en Griekse saus. 1 voor 1,95 en 2 voor 3,50. Waarom zouden we nog langer wachten? Met WannaDo ADSL kunt u supersnel en onbeperkt internetten voor een vast bedrag per maand. Bovendien krijgt u nu de eerste 2 maanden gratis en daarmee bespaart u meer dan 100 euro. Bel 0800 8048 of kijk op WannaDo.nl. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la-la. Shaboom. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Als die pizza net zo verleidelijk smaakt als in een echte Italiaanse pizzeria, dan moet het ristorante zijn. Waar je ook bent, ristorante van Dr. Oetker smaakt altijd zoals bij de Italiaan. Voor alle fans van George Baker. My freedom away. And my heart is like an arrow. Cause I am a Cristiano. Alright. See you later at the gate. Voor alle fans van George Baker, morgen bij de Tros op Nederland 2. U kijkt weer naar Lingo en u ziet hem niet. Ik hoor hem wel, onze dirigent Michiel. In mijn vrije tijd. In de vrije tijd. En ik ben heel enthousiast, want we hebben vandaag prachtige en hele goede kandidaten. Nou, dat belooft wat. We gaan kijken naar team 1. Kobi en Anja, welkom, dames. Dank je. Dank je. Jullie gaan ervoor, hè? Zeker weten. Precies. En Kobi, waar kom je vandaan en wat doe je allemaal? Ik kom uit Eindhoven. Ik heet Kobi Rutte. Ja. Ik ben getrouwd. 2 volwassen kinderen. En ik doe ontzettend veel. Onder andere ben ik heel enthousiast in mijn tuin aan het spelen. En als ik al niet buiten speel, dan mag ik ook graag tuinen tekenen, beplantingsplannen maken, tuinbeurzen bezoeken en lezen, op reis gaan. Doe ik ook graag. Dus, En Anja, ook een tuinenfreak of valt het mee? Nee, geen tuinenfreak. Ik ben Anja van Delen, ik woon in Roosendaal, getrouwd. Ik heb een dochter, 3 kleinkinderen, de oudste Naomi is erbij. Ja. En mijn man heeft een dochter en een zoon en ook 3 kleinkinderen en de 4e kan ieder moment geboren worden. Oh, dus dan hebben we er samen 7. Ik werk op dit moment voor een onderzoeksbureau en als hobby heb ik koken. Dat doen we alle 2 graag, dus dat doen we om en om. Lekker. Hebben jullie er zin in? Heel veel. Zeker weten. Gaan spelen. Veel succes. Dankjewel. Maar, ze nemen het op tegen team 2, Petra en Pascal. En die zijn volgens mij ook heel erg goed. Petra, welkom. Hi. Barst los. Ja, nou, ik ben Petra van Summeren. Ik kom uit Veghel. Ik heb daar een parfumerie met 2 schoonheidssalons. Ja. En 3 dames in dienst. Hoe zit het met Pascal? Ik ben Pascal van Hofstad. Ik ben 24 jaar. Ik werk op een deurwaarderskantoor. Ik heb een vriendin, Diane. Ja. En hoe ken je Petra? Dat is mijn buurvrouw. De buurvrouw. Sinds 5 jaar. Ga je ook af en toe even langs voor een behandelingetje? Nou, nee. Dat meer voor de parfums en zo. Op die fiets. Ja. En samen even Lingo spelen natuurlijk. Ja. Oké. Wens ik jullie veel succes. Dankjewel. En natuurlijk bij Lingo ook weer de kaarten. Dus daar komen ze aan. Voor team 1, Kobi en Anja. De oneven getallen. En daar gaan de 8 van weg. En voor Petra en Pascal de even getallen. En ook daar gaan de 8 van weg. We hebben geloot. Kobi mag beginnen met het eerste woord. Met de H. Heisa.
H-E-I-S-A. Heden, H-E-D-E-N. Hekel, H-E-K-E-L. Heler, H-E-L-E-R. Dat is goed. Mooi. Twee ballen voor de kaart.